Gert en James, hoe blikken jullie terug op de première van de Gert en James Zomerrevue? Heel goed, eigenlijk. Het is altijd heel erg spannend. Hè? Een publiek ligt nooit. Hè? Als ze niet lachen, is het niet grappig. Als ze lachen, is het wel grappig. En nu hebben ze toch vaak horen lachen. Dus ik denk dat we een hele, dat we deze avond wel hadden durven wensen. Zo. We mogen deze avond inkaderen met een gouden lijstje. Ja, we zijn heel tevreden. Mensen waren heel, heel vrolijk en heel blij. En ze gingen mee in de verhalen en ze lachten waar we hadden verwacht dat ze gingen lachen. En als er een klein emotioneel momentje in zat, dan waren ze ook mee. Dus het werkte allemaal. Ja, pas op, dat is niet zo'n ongemakkelijk publiek. Het is een première publiek. Daar moet je niet dwaas over doen. Er zitten ook heel veel mensen die gewoon uitgenodigd zijn. Hè. En dan zorgt dat wel voor wat extra stress. Hè. Je collega's zitten in de zaal. We waren wel een beetje stressy. Hè. Ja. Ja. Van wie was het idee van het naakt? Want er zat heel veel naakt in de show. Hè. Of grappen erover? Heel veel naakt in de show? Er is toch één sketchje en... Vind jij korte jurkjes ook al naakt? Ja, ik kan daar niet meer tegen, James. Nee, naakt. We worden heel graag die sketch brengen die we hebben gebracht. Want meer kunnen we er niets over zeggen. Want anders weten de mensen al alles. Hè. Nee, maar het is wel naakt. En James gaat ook naakt. En ik moet zeggen, ik was even... dat gaat niet rap van mijn netvlies af, denk ik. Maar ja, ik kan er nu nog avondenlang naar moeten kijken. Ik hoop dat het wint op den duur. Ik heb dat effect op mensen. Ja, zeg, nu ben ik met een kluts kwijt, hè. Goed. Dat was mijn vraag. Waar is het vandaag fout gelopen? Een paar details in de dialoogjes, een paar dingetjes dat we anders hebben gedaan, dingen vergeten. Maar dat heeft niemand gemerkt. Maar eigenlijk, dat zal elke avond wel eens gebeuren. Hè. Ik heb toch iets gerateerd, waar ik heel ambetant over ben, dat echt heel leuk was. En dat zijn drie zinnen, maar toch die drie zinnen vind ik jammer dat ik die niet gerateerd heb. Ja, dan moeten al die mensen terugkomen voor die drie zinnen. En dat was echt helemaal in het begin. Maar dat was omdat ze dus lachten. En ik dacht, alright, joepie de poepie, ze zijn aan het lachen. Oké, goed. En dan was hij helemaal weg. Ja, drie zinnetjes. Ja. Hij zegt dat dan ook onmiddellijk tegen mij. Je hebt dat vergeten. Hij is twee scènes later ook iets vergeten. Ja, maar goed. Niemand heeft dat gemerkt. Hè. Ik bedoel, voor de rest, het had veel erger kunnen zijn. Hè. Er kunnen bijvoorbeeld changementen, hè, als decor verandert, helemaal in de soep lopen of de show kan stilvallen in één keer. Dat is allemaal niet gebeurd. Ja, want het is ook wel een hele technische show. Hè. Ik denk dat het nog niet vaak gebeurd is hier in Plopsa Theater, of Studio 100 Theater, dat er bewegende schermen zijn, dat we zo uitpakken met al deze content hier op deze scène. Hè. Ik ben heel blij dat Studio 100 daar zo hard in investeert, want dat is leuk om in te staan. Los van de humor is een hele mooie show qua vormgeving, qua decors, qua licht is het echt heel mooi. Allee, het is raar om dat nu zelf te zeggen, maar we zaten vanmorgen zelf in de zaal en we waren echt van, wauw, dit is echt wauw. Het team rond ons heeft ook heel hard gewerkt en tot in de nacht, dat weet ik. Deze nacht wordt nog tot 4 uur, heb ik gehoord. En je bent maar zo goed als je team en dan ben ik heel blij als we zien wat daarvan is terechtgekomen. Laatste vraag, Gert. Hoeveel mensen moeten er komen kijken voor er een Gert en James winterrevue komt? Oh, we gaan dat niet. Winterrevue gaan we niet doen. Nee. Dat winterrevue dat is in Antwerpen en in Elkrik van Backstage Producties. Ja, anders is dat concurrentie natuurlijk. Hè. Nee, we gaan hier blijven staan. En als we deze zomer... We zitten nu... Ik kan er geen getallen plakken, want achteraf is dat dan zo gezegd. Eigenlijk met de kaarten die er nu al verkocht zijn, is het eigenlijk al de moeite om het volgend jaar terug te doen. Maar bon, dat zien we nog wel. We wachten nog af. Misschien hebben we binnen 15 shows kunnen we elkaar niet meer zien. Zeggen we, dit doen we nooit meer. Dus ja, je weet het niet. Hè? Als de mensen niet kunnen wachten op een revue, er is ook nog altijd een winterrevue. Er zijn er ticketjes voor te kopen op www.backstageproducties.be. De mensen moeten nu komen kijken, want jullie gaan allebei sterven. Ja. Op 1 september? Ja, 1 september 2024. Er is een sketch waar wij dus in de toekomst kijken. En het schijnt dat wij dus 1 september 2024 er niet meer gaan zijn. Dus ja, inderdaad, wil je komen? Kom dan nu. Hè. Laatste kans. Ja. Was dit dan ook ons allerlaatste interview? Ik hoop het, ja. Ik vrees, Peter, dat jij zo een bent die nog boven ons graf komt hangen met uw micro. Dus ik denk het niet.